Eindwereld is die van de Argentijnse tango en van de volksmuziek. En Leonie van de volksmuziek en de popmuziek. En Jeroen, de klassieke muziek en de minimal muziek. Land tussen zout en zoet. Drie verschillende mensen met drie verschillende achtergronden komen bij elkaar. Het etherische, het verstilde, het rustige. Ik denk dat dat zo bij je naar binnen komt en dat je over je eigen wereld gaat nadenken en voelt hoe allerlei dingen verbonden zijn met elkaar, dat je gelouterd naar buiten komt. Het is eigenlijk allemaal vrij contemplatief en aan één stuk doorgespeeld, anderhalf uur. Dat je hetzelfde kan voelen als na een topgesprek, een goede meditatie, een fantastische yogales, maar misschien moeten jullie dat of een lichtconcert. Nee. Een lichtconcert. Ja, nee, dat je echt die trillingen echt ondergaat, dat je daar echt tussen ligt, midden tussen de muzici op het toneel en dat je ook heel dichtbij gewoon het creëren, het maken, je ziet ons van dichtbij, je ruikt ons bijna.